Ik liep 30 dagen lang iedere dag 1 kilometer hard. En in deze video zie jij wat er gebeurde. Ik heb dit gedaan omdat ik heel erg benieuwd was wat dit met mijn lichaam zou doen en met mijn conditie. Het was heel erg zwaar en het werd niet echt heel veel makkelijker door de dagen heen, dus het was een echte uitdaging voor mezelf. Veel plezier met kijken! Het is vandaag maandag 25 november en de eerste dag van de 30 dagen dat ik 1 kilometer ga hardlopen. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik heb mijn maten opgemeten, een before foto's en filmpjes gemaakt. Dus we kunnen goed gaan zien of er iets gaat gebeuren. Ik heb mijn hardloopkleding aan, ik ga nu mijn schoenen aantrekken. En dan ga ik hardlopen. Dus ja, wens me succes! Dag 1 zit erop, 6 minuut 17 en ik ben helemaal uitgeput. Het ging wel goed, maar ik ben zo moe. Ik hoop dat mijn conditie gaat verbeteren. Ik ben ook heel erg rood. Oké, tot morgen. Dag 2 dat ik een kilometer ga hardlopen. Ik heb oprecht spierpijn in mijn benen van gisteren, ook al is het maar een kilometer. Ik heb echt vette spierpijn ervan. Ik moest mezelf er echt toe zetten om te gaan, maar ik heb me omgekleed en ik ga ervoor. Ik hoop het onder de 6 minuten te doen, dus ja, dat is mijn succes. Mijn conditie is zo slecht. Niet oké. Okay. Ik hoop dat dit beter wordt. Ik ben net terug van paardrijden en ik ga nu gelijk hardlopen, want anders ga ik mezelf echt niet meer kunnen overtuigen om het te gaan doen. Het regent buiten, maar ik ga er even voor. Ik hoop het binnen de 6 minuten te doen. Ik heb zo'n spierpijn en gewoon pijn in mijn hele lichaam, omdat ik nooit veel sport en nu opeens elke dag hardloop. Dus ja, wens me succes! Hey, het is zaterdag en dag 6 volgens mij alweer dat ik ga hardlopen. En ik moet zeggen dat het nog niet minder zwaar wordt. Ik weet niet naar hoe lang dat gaat gebeuren, maar ik ben nog steeds helemaal uitgeput daarna. Maar het is vandaag heel mooi weer, dus ik ga er weer voor. En ik ben trots op mezelf, want er zijn 3 vriendinnen slapen. En ik ga alsnog hardlopen. Het is dag 8 van het hardlopen en ik heb vandaag wel lang over gedaan, namelijk 6 minuten 28. Maar ik rende wat rustiger en daardoor ben ik echt veel minder buiten adem. Dus dat is wel iets wat ik wat vaker ga doen. Dan wat minder snel, maar het is fijner om niet zo uitgeput te zijn. Dus tot morgen! Ik heb gisteren weer een dag overgeslagen. Mijn tweede dag die ik heb overgeslagen met hardlopen. Want ik was echt de hele dag aan het leren en aan school. Dus ja, ik heb niet echt tijd kunnen vinden tussendoor. En het was ook heel erg slecht weer. Maar ik ga nu weer lopen. Dus ja, en het gaat nog steeds niet echt beter. Mijn conditie is nog steeds slecht. Ik ben nog steeds echt uitgeput. Maar ja, ik ben benieuwd of dat nog gaat veranderen. En ik merk, nou, ik heb eigenlijk nog niet echt mijn lichaam bekeken of er iets veranderd is. Maar ik had laatst wel foto's gemaakt met een bikini en toen leek het wel alsof ik dunner was. Maar ja, dat gaan we op het einde zien. Dus. Hey, het is zondag. Welke datum is het, Lot? 8 december.
8 december of zo. En nog steeds hardlopen. Ik zit volgens mij wel bijna op de helft. Aankomende week zit ik volgens mij op de helft. Maar het stormt zo hard buiten. Dus ik zit een beetje te twijfelen of ik binnen ga hardlopen. Gewoon heen en weer rennen in mijn huis. Maar ik ga nog even afwachten of de wind een beetje gaat liggen. En gisteren ging het trouwens echt heel goed. Gisteren heb ik het weer in 6 minuten gedaan. En ja, het ging echt lekker. Wel nog steeds uitgeput, maar het ging wel echt beter dan aan het begin. De kippen rennen ook weg. Ja, ik snap jullie. Maar ja, ik ga even afwachten of de wind nog gaat liggen. En anders ga ik gewoon in de gang heen en weer. Echt een gek, maar ik wil niet naar buiten met storm. Ik heb toch maar buiten hard gelopen. En het waaide wel heel hard, maar de zon scheen wel weer. En het ging op zich wel goed. Dus nee, morgen weer. Ik heb net weer hard gelopen en het is 9:30. Dus ik ben best wel vroeg gegaan. Ik heb vanmiddag tentamen en ik moet eigenlijk ook nog echt heel veel leren. Dus ik vind het best wel dedicated van mezelf dat ik alsnog ben gaan hardlopen. Het is ook lekker weer buiten, dus ik ben tevreden. Hey, het is vandaag zaterdag 14 december en ik heb net weer hard gelopen. Eerst wilde ik binnen gaan hardlopen omdat het zo hard stormt buiten, maar toen dacht ik nee, ik ga niet in mijn huis rondjes rennen. Dus ik ben toch maar naar buiten gegaan en het ging wel goed. Het waaide wel echt zo hard, ik waaide bijna weg. Maar volgens mij is mijn conditie wel iets verbeterd, maar het is niet alsof ik nu echt heel goed een rondje kan rennen. Maar misschien loop ik ook niet lang genoeg hard om mijn conditie echt op te bouwen. Maar ik ben in ieder geval trots op mezelf al dat ik elke dag hardloop. En ik ben benieuwd hoe het gaat eindigen. Dus. Hey jongens, het is 17 december en de 6 na de laatste dag dat ik moet hardlopen. Heel goed verhaal, maar ik moet mezelf echt pushen om te gaan. Ik heb er echt totaal geen zin in. Het is 4:10 en ik moet echt nu gaan, want anders wordt het donker. Ik vind het nog niet echt leuker. Mensen zeggen, ja, je krijgt echt een high van hardlopen en een kick. En je wordt er blij van. Nou, jongens, ik kan je vertellen, ik word niet blij van hardlopen. Ik haat het. Ik heb lang niet meer gepraat. Nou ja, voor jullie niet lang, want jullie zien het allemaal achter elkaar, maar voor mezelf wel. Het is de 2 na laatste dag dat ik ga hardlopen. Morgen 22 december, maandag 23 december moet ik nog. Ik heb net gelopen en ik weet niet, mijn conditie verbetert gewoon niet. Ik heb 6 minuten 13 erover gedaan, maar ik moest wel wandelen tussendoor. Maar ik denk dat ik iets te snel rende, want ik had zeg maar gemiddeld lager langzamer moeten rennen, want omdat ik zo hard rende hield ik het niet meer vol. Dus toen moest ik even lopen. Mijn hele hoofd is ook rood zoals je kan zien. Maar ik weet het niet. Ik heb er nog niet heel veel plezier uitgehaald of zo. Ik kijk er eigenlijk elke dag nog een beetje tegenop. Ik ben benieuwd of ik iets van afgevallen ben erdoor of smallere taille of zo. Ja, ik weet het niet. We zullen het zien. Over 2 dagen ben ik wel benieuwd naar. Ik heb ook helemaal niet meer gewogen. Dus we zullen het zien straks. De 30 dagen hardlopen zitten erop. En ik ben heel erg benieuwd wat het resultaat is geworden. Ik heb het nog helemaal niet bekeken. Dus
Ja, ik ga het nu bekijken. En ik ben echt benieuwd of er iets is veranderd. Ik ga kijken of er iets is veranderd in mijn gewicht. Gewoon op het zicht en mijn taille gemeten. Ik hoop dat mijn taille smaller is geworden. En ik misschien wat lichter ben. Al maakt mijn gewicht me niet heel veel uit. Maar ik ben echt zo benieuwd. Ik heb de hele maand niet echt goed naar mezelf gekeken in de spiegel. Zeg maar naar mijn lichaam. En ik heb me niet gewogen. Niks gemeten. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Laten we gaan kijken naar het resultaat. En dan zal ik daarna nog even een conclusie geven. Oké, jongens, dit resultaat was echt alles behalve wat ik verwacht had. Links zie je de before foto's en rechts de after foto's. En je ziet dat het echt een best wel groot verschil is. Vooral mijn taille is echt een stuk smaller en mijn buik is ook een stuk gespierder. Ik had echt niet verwacht dat het resultaat zo groot zou zijn. Ik dacht, je gaat het misschien een heel klein beetje zien, maar waarschijnlijk niet. Maar je ziet het echt mega erg. En ik ben er ook echt wel heel erg blij mee. Voor de 30 dagen woog ik 59 kilo. En nu 59,4. Ik ben dus niet lichter geworden, maar 0,4 kilo zwaarder. We hebben gezien dat mijn taille smaller is geworden, maar hoeveel smaller is het eigenlijk precies geworden? Mijn moeder en ik hebben het opgemeten. Van tevoren was mijn taille 73 centimeter. En nu 70 centimeter. Ik ben dus gewoon 3 centimeter smaller geworden in mijn taille. Nou, dit was het dan. De maand hardlopen. Of nou ja, de maand, de 25 dagen. Ik moet zeggen dat ik het heel erg zwaar vond. En dat ik, voordat ik het resultaat wist, niet zou aanraden. Nu ik het resultaat weet, is het wel een beetje bijgedraaid. Want het was eigenlijk zo weinig moeite. En daarvoor heb ik wel echt een veel smallere taille teruggekregen en een strakkere buik. Maar ik vond het zwaar. Maar ik vond het wel een hele leuke ervaring. Ik vond het ook echt leuk om dit voor een video te doen. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden ook. En uiteindelijk heb ik natuurlijk wel een 3 centimeter smallere taille. En dat is best wel een groot verschil. En ook mijn buik is echt een stuk strakker. Dus daar ben ik echt wel heel erg blij mee. Mijn gewicht is niet veranderd. Maar ik ben heel erg benieuwd wat jullie hiervan vonden. Als jullie de video leuk vonden, doe dan zeker even een duimpje omhoog. Abonneer ook even op mijn kanaal hier beneden. En volg me ook even op Instagram, _Isaluna. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doeg!